het leuke van zo'n eigen show hebben is dat je ook echte vrienden kan uitnodigen. Niet alleen zomaar collega's, maar ook echte vrienden. En dat geldt zeker voor de volgende artiest. Als ik hem aankondig, dan gaat u meteen uit uw dag. Hier is René Vroeger! René Vroeger! Oh, René Vroeger! Hartstikke leuk dat je er bent. Ik ben zo blij dat je er bent. Echt leuk dat ik je nou een keer in mijn show kan uitnodigen. Ja, en je gaat top, hè? Je gaat als een gek momenteel, hè? Nee, dus, heerlijk. Ja, gaat heerlijk, hè? De Ahoy, duizenden mensen in Rotterdam. Ja, binnenkort Carré, november, hoe gaat het daarmee? Nou, is allemaal uitverkocht. Allemaal uitverkocht, ja, ook? Ja. Zonde, geen kaartje meer te krijgen. Het gerucht gaat ook dat jij ook naar Amerika stapt. Naar Amerika. Ja, ik ben er terug uit Las Vegas. Hij is al terug. Gaat dat snel? Of gaat het niet? Hij is al terug. Hoe was het daar? Ik ben net Las Vegas terug. Nou, heel veel grote sterren aan het werk gezien. Oh, je hebt niet zelf op, je hebt... Nee, ik heb gekeken en ik heb heel veel geleerd. Tuurlijk, dat zal, hè? Ja. Dat zal. Ja, ik zie het al helemaal voor me, want je gaat het maken in Amerika, hè? Caesar Spellers, proudly present the megastar from Holland, René Verroert. Flits, 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 flits. Zo gaat het dadelijk in Vegas, hoor. Ja, niet zo optimistisch. Oh, hij is een Sinatra, wordt ook een dagje ouder. Tom Jones past ook niet meer in die nauwe broekjes van hem, nietwaar? Wat, was wel belangrijk natuurlijk, wat ga jij daar zingen in Amerika? Belangrijk. Nou, ik zat te denken aan al die mooie Amerikaanse melodieën. Fout. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is fout natuurlijk, hè. Kijk, Amerikaanse liedjes, dat zingen ze daar allemaal. Dat doen ze, dat is niks bijzonders, daar val je niet mee op. Nee. Jij moet juist daar het Nederlandse lied gaan promoten. Jij moet daar echte, goede Nederlandse liedjes gaan brengen. Oh ja? Tuurlijk. En maar van wie dan? Mijn liedjes. Mijn liedjes, daar maak je toch een knallen mee. Al die carnavalsdingen die ik gemaakt heb. Wat denk je wat er gebeurt als je dat gaat doen? Dat ga je zien, dat wordt echt een knallen. Hoe ga je gekleed? Wat trek je aan daar? Ik denk een hele mooie Italiaanse smoking. Fout! Weer fout, tweede fout al. Sorry dat ik het zeg. Ik ben je vriend, ik mag het zeggen. Weer fout hoor. Je gaat niet in en meer in een mooie smoking, maar dat dragen ze allemaal daar. Jij moet, jij kijk, je bent mijn vriend. Ik ga jou mijn kostuums lenen. Nee. Je mag al mijn typetjes, mag je zo meenemen. Nee. En dan maak je de knap. Wat denk je wat die Amerikanen zitten te kijken? Die denken, wat krijgen we nou als je erop komt dan hier in smoking? Fout! Mijn repertoire met mijn kostuum. Luister, ik heb alle spullen bij me hier zo. Dit is de kostuummand. Ja, ik ben benieuwd. Gouden spullen zitten erin. Hele repertoire van vroeger en van nu zit erin. Kijk, hier. Als we nou eens beginnen, trek eerst dit eens aan. Echt waar, hè? Je hebt dit even wennen, misschien voor het oog, misschien brandt het er een beetje in, maar het wordt echt te knallig. Zie je hoe dat al bijtrekt, nu al? Hoe dat bijtrekt nu al? Jasje erbij. Die Amerikanen gaan vragen hoor. Hoe is your tailor? Hoe is your tailor? Kijk even hoe dat zit. Wacht even, je bent nog niet klaar. Je krijgt er nog meer bij. Hier zo. Even voor de finishing touch, brilletje erbij. Staat ook even beter. Ja, brilletje erbij. Hoppa. En dan uiteindelijk. Hartstikke, kijk. Dat is hem helemaal! Nou, natuurlijk! En dan zing je mijn repertoire. Hier, ik heb hier bijvoorbeeld al mijn liedjes vertaald. Er staat een paard in de gang. Een paard in de gang. Maar dan zing jij het in het Engels. Dus ik heb hier. There is a horse in the hole. Dat zei de cueboard. Ik hou ze daarop. Horse in the hole. Yeah, yeah, horse in the hole. Begrijp je wel? Jij start even de muziek, jongens. Kunnen we het proberen? Wordt een knaller. Op jouw manier zing je het, maar wel mijn repertoire. Okay. Ik ga hier staan, kan je het zo lezen? Here we go again. There is a horse in the hall. Wow! Yeah, yeah, a horse in the hall. Fantastisch! Oh, a horse in the hall. Oh, yeah! At Mrs. Johnson. At Mrs. Johnson. There is a horse in the hall. Oh, yeah! Yeah, yeah, a horse in the hall. Yeah, yeah, Een ponytail. En we doen tuut de groetjes van Ruud. Doen we tuut de greetings van Ruud, hè. Je weet hoe het moet, hè. Dan gaat die attentie, ik hou het weer op. En dan gaat hij weer. En tuut tuut tuut, de greetings van Ruud. Tuut tuut tuut, de greetings van Ruud. Tuut tuut tuut, de greetings van Ruud. Wat er nu gaat gebeuren, wordt heel gevoelig. Gewoon iedereen, oh, in Amerikaans. Will I be here and everywhere? Hoi, meneer.
very rare. I don't even know how my name goes, but that doesn't matter. Willem Peer, everybody shouts. Yeah. Willem Peer, where I'm all about. Oh, Willem is my name. It's his name. But that's the shame. They always shout Willem Peer. Yeah. De volgende deed een klein detail erbij. We dance in December. We're dancing the samba, wow. We're dancing the samba, you hear the samba everywhere. We're dancing the samba, we're dancing the samba, on every samba got a bell that's in the air. We're dancing the samba, we're dancing the samba, you hear the samba calling samba everywhere. Oh yeah! We're dancing the samba, we're dancing the samba. On every Sunday, but I'm all, it's in the air. Oké, volgende. Deze is ook perfect. Misschien beter met een boetje erbij. Perfect. Ha! Wow! I'd like to be for 7 weeks under a nice electric beaker. With the switch you put on for. We have fun forevermore. I'd like to be for 7 weeks under an ice electric geeker. While every morning's strike and set, we are breakfast on our bed, and the alarm has not been set. Wow. Every morning's strike and set, we are breakfast on our bed, the alarm has not been set. Every morning's strike and set, we are breakfast on our bed, the alarm has not been set. Ik word echt een knaller in Amerika, hoor. Hier gaat over praten. René Froger, he goes Las Vegas! Ja, ik hoor al die oude geleden.